mensen van de Gamekanaal, ik ben Björn en we spelen vandaag weer Evoland. En het is dus weer dinsdag en ik heb al even vakantie, want ik heb mijn examens gehad. Dus ik ben best wel blij en ik heb er weer zin in. Maar we zitten met een heel klein probleempje en dat ga ik jullie direct laten zien. We gaan continue en waarschijnlijk begin ik dan... Hier. Ik zit even te denken... Of dit een probleem... Oh... Fuck. Ja, ik zit even te kijken, want ik weet niet meer helemaal waar ik ben. Het is al een tijdje geleden dat ik heb opgenomen. Maar het is in ieder geval op een andere plek dan waar ik was. En dat komt... En dat... Het spijt me zeer. En ik ben heel slecht met dit soort dingen. Oh my... Nou, weet je wat? Fuck it. Ik ga nog een keer naar lava lopen. Joe, prima. Hoppatee. Oh my god, weer een touchscreen. Oh my god, hoe kan dat nou? Nee, het probleem is, ik had wat opgenomen. Ik had echt 25 minuten lang had ik opgenomen. En, toen, had ik het zeg maar gesplitst. En dat hebben jullie waarschijnlijk ook gezien, want de aflevering stopte vrij abrupt. En, toen dacht ik laatst van, hey, laat ik mijn computers opschonen. Laat ik eens allemaal ongebruikt materiaal gaan weggooien. Dus. Ik heb dat tweede deel niet meer. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik ben een eikel, I know. Dus even kijken waar we nu opnieuw beginnen. Oh, we beginnen gewoon weer hier. Het punt is dus... ik moest dus uit het stadje... En ik was dus de verkeerde kant op gelopen. Kwam ik later achter. En toen ben ik dus de goede kant op gelopen. Uiteindelijk. En toen heb ik iets... Heb ik een pijlenboog? Heb ik nog niet. Ik weet niet waar ik ben. Of wat. I have absolutely no idea what I'm doing. Ik ben hier in ieder geval heen. En volgens mij moet ik hier... een bom neerleggen. Boom. En dan heb ik hier een kist. Ja, kijk. Oh ja, ik had bommen gekregen, maar dat hebben jullie nog wel gezien. Yes, een hidden star. Oh my god, yes. Een hidden star. Dat is dus in ieder geval al iets. Maar ik zag ook een kist staan in het midden. Volgens mij moet ik daar nu heen. Yep. En, oh nee, ik heb een bom neergelegd. Oh my god. You got a bow. Oké, dit is dus... Ik ben dus zeg maar alleen een stukje verder gelopen. En that's it. Het is zeg maar... Are you... Oké. Oké. Oh ja, ik ben dus hier nu. Nee, ik moet niet... Oh my god. Ik heb mijn bom nog vast. Dat is niet de bedoeling. Ah. Cloud Strife. Sword. Oké. Maar goed. Ik heb dus vorige keer wat het vette was. Oké. Dat ga ik jullie nu laten zien. Oké, let op. Let op, hè. Let op. Dan ben ik weer in de old school version. En wat ik met die boog dus moest doen, kom ik achter, moest ik hier gaan staan en dan... En dan gaat dat boompje daar in de fik. En dan moet ik dus weer deze doen. En... Nou ja, goed, daar heb ik dus de vorige... Het stukje wat ik dus niet meer heb, heb ik daar eigenlijk heel lang mee lopen kloten. En echt bijna even ruim een kwartier heb ik daarmee problemen gehad. Even kijken hoor. Snel mijn zwaard weer. Oh my god, ik ben zo... Ja, oké. Zo dus. En ik moet dus elke keer via zo'n kristal... Moet ik dan dingen gaan opblazen. Of dingen gaan doen. En ik heb het idee dat ik hier iets moet doen. Alleen, ik zit nu even te kijken wat. Hier kan ik niet langs. Dat is zeker. Ik zit even te kijken. Wat zou ik moeten doen? Ik moet waarschijnlijk iets hiermee doen. En dan... Kan ik waarschijnlijk hier langs ofzo? Ja. En dan... Moet ik zo schieten ofzo? Kijk, die. En dan... Is er iets in de fik gegaan? Nee. Steen ook niet. Ah ja, moet ik dan niet... Oh wacht, ik snap het al. Ik moet hier gaan staan... En dan moet ik met die pijl... Ja, kijk. En dan kan ik hiermee, kan ik dan... Juist. Zo kan ik hierheen. En dan moet ik weer... Zo moet ik weer in mijn normale versie gaan. Juist. Kijk, Björn begint het te snappen.
Oké, en op deze manier moet ik dan dit opblazen, denk ik. Ik denk dat ik dat met die bom moet doen. Steen, ga weg. Ha! Hier kan ik niet langs. Oké, dan moet ik weer dus... Oh, dat had waarschijnlijk ook in die andere vorm gekund. Even te kijken. Ik kan nu ook hierheen. Wat moet ik hier doen? Het is echt één grote puzzel dit. Hier kan ik nu ook heen. Wat ik hier moet doen, weet ik niet. Ik denk dat ik hier nog niet heen moet. Maar we gaan gewoon even kijken. Ik kan zo weer teruglopen natuurlijk. Nee, dit moet ik waarschijnlijk dan ook in de fik zetten ofzo. Laten we dit eens opblazen. Dus even zien wat daarmee gebeurt. Helemaal niks. Oké, fijn. Dat stelt dus helemaal niks voor. Oké, nee, dan moeten we dus terug. En dan moeten we iets gaan doen met die... met deze vorm. Of met die andere vorm, sorry. Denk ik. Ja. Nee. Gaat die... Doet het damage? Nee, het doet geen damage. Oh, dat is wel fijn. Goed om te weten. Ik denk... Nou, nee, dat is een bom. Maar het doet geen damage. Oké, pijl en boog. Ja. Dan kan ik hier dus bij, maar nu nog niet. Oké. Ja, en nu? Dan moet ik dan misschien... Moet ik dan weer hierheen terug of zo? Wat kan ik allemaal verwachten? Ik weet het niet. Eens even kijken. We gaan weer terug naar de andere versie. En dan gaan we eens kijken wat er in die kist zit. Want ik zag dat daar dus een kist was geopend. Of in ieder geval vrij kon staan. Zo, wat hebben we eruit? Wat krijgen we? Oh my god, het is een star. You have found 10 hidden stars. Oh ja, maar daar heb ik dus voor de rest niks aan. Ik wilde die kist die daarboven stond eigenlijk ook hebben. Dus ik weet niet hoe ik daar moet komen. Hoe moet ik daar komen? Dat kan dus niet. Oké. Misschien moet ik hier iets mee doen. Ik moet waarschijnlijk iets aan die kant doen, maar ik kan helemaal niks doen aan die kant. Problem. We hebben een probleempje. Alleen ik weet niet wat het probleempje is. Nou ja, ik weet wat het probleem is, maar ik weet niet hoe ik het moet oplossen. Huh. Huh. How do you do that? Nee, weet je wat? Fuck it. Jammer dan, er zit waarschijnlijk een ster in ofzo. Kijk maar. Heb ik hem niet nodig, man. Hier, ik ga gewoon zo. Hey, doei. Later. Ik ga wel zo. Hou wie een snitchel. Maar ja, toen kwam ik hier. En toen moest ik hier nog iets doen. Hey, hier heb je een bom. Oké, wacht. Haha! Fuck you. Oké. Hoe gaan we dit doen? Ik moet waarschijnlijk iets van... Wat, ik schoot iemand dood. Ik moet... Hier kan ik langs. Op deze manier. Oh, wacht. Moet ik dan zo? Ah, kijk. Nou snap ik hem. Nee, ik ben dood. Ga dood. Kom op. Hey, what the fuck? Ik schiet 2 keer op je. Ga dood. Ik wou dat zeggen. Hier. Dan moet ik opblazen. Bom. Joe. Applaus. Kaboom. Nee, seriously. Moet ik hem tegenaan leggen of zo? Hier, kijk uit. Kaboom. Juist. En dan gaan we met een pijl omhoog. Gaan we dan, heel leuk, die kant op schieten. En nu staat daar iets aan. Oké, hier heb ik nog een bom. Ik heb geen idee wat ik allemaal moet doen. Maar volgens mij... Oké. Dit is kapot. Wee! Woepie! Jee, hartje erbij. Ah! Die, son of a bitch. Son of a bitch. Maar hier moet ik waarschijnlijk nog niet heen. Eerst moet ik die futures daar aan steken of zo. Oké, maar ik heb dus net
zeg maar, met dat ene vuurding heb ik hier iets aangestoken, geloof ik. Oh, ik hoor iets. Volgens mij heb ik iets goed gedaan. Ik hoorde een deuntje. Volgens mij heb ik iets goed gedaan. Juist. Oké, okay. En dan... weet ik veel. Misschien iets met... Nee, niet. Oké, okay, daar heb ik dus niks aan. Maar, wat moet ik dan doen? Oh my god. Ik heb echt geen idee. Is hier iets van een kristal? Ja, daar. Maar die kan ik niet raken. Denk ik. Nee. Oh, wacht. Waarom gaat dat bosje niet in de fik? Da fuck. Oh my god, what the fuck, barbecue. Zo, dan gaan we hier even door de bosjes heen maaien. Ik ben een grasmaaier. Zo. Zo, dan ben ik weer even in normale... Oké, okay, en dan... Oh, wacht. Ah, damn it, I'm so stupid. I'm so stupid, though. Waarschijnlijk moet ik hier iets mee doen. En dan moet ik... Ja! Kijk, volgens mij doe ik het nou goed. Oké, okay, dan moet ik waarschijnlijk zo... Ah, kijk, volgens mij gaat het nu de goede kant op. En dan moet ik hier tussendoor lopen natuurlijk. Die boog is toch wel handig om puzzels op te lossen. Dan moet ik hierheen. Kijk, en dan kan ik nu... Oh, nu mist een stambeeld. Oké. Okay. En hier had ik ook nog iets waar ik overheen kon. Ja. Alleen... Oh, wacht. The crystal is inactive. The amulet should be enough to power it. Oh, wacht. Dan moet ik eerst die dungeon in. En daar is dat amulet natuurlijk. Oké. Okay. Dan gaan we hier toch gewoon gezellig in. Gaan we toch gezellig weer een dungeon in. Pak even mijn zwaard er wel weer bij. Dat is wel handig. Ah, die. Goed zo. Oh, die. Yes. Moet ik ze daarin duwen? Nog een keer. Yes. Oké, okay, dat is 1. En dit is 2. Hartstikke goed. Yes, buddy. Dan kunnen we hier gewoon doorheen. En hier heb je weer allemaal spikes. En er komt een hek achter me. En ik zit opgesloten. En waarschijnlijk... Oh, weer van die... Oh, what the... Waarom... What the fuck? For real. For real, bro. For real. For real, bro. Jullie zijn echt strontvervelend, weet je dat? Fucking hell. Oh, wow. Wow. Ah! Damn you. Die, son of a bitch. Ah! Die zijn echt te moeilijk. Mm-hmm. Ik heb mezelf opgesloten. I'm so screwed. Yes, oké. Okay. Die mages zijn dood. Even kijken hoor. Ik zal even snel een bom neerleggen. In ieder geval hier. Dan kan ik daar straks heen. Wat is hier? Oh, hier heb ik een kist. Fijn. Ik weet niet wat erin zit. Maar waarschijnlijk iets van een ster of zo. Yes, weer een star. Awesome. Oké, okay. Kom maar naar mij toe, bitches. Yes, kom maar, kom maar. Komen die anderen ook nog? Kom maar. Waar zijn jullie? Oh, hier. Kom maar, kom maar. Volg mij maar. Hier, volg mij maar. Kom maar, kom maar. Zo. En dan... Ah! Oeh. Dat ging echt bijna fout. Oké, okay, laatste. Ik ga dit gewoon slim aanpakken. Bekijk het maar met je... Oh, je cheat. Nee, het is geen cheaten. Het is slim spelen. Damn you! Damn you! Ga dood! Oei, oei, oei. Wat zit hierin? Is dit amulet? Heb ik het amulet? Half of the amulet. One of the two parts of the amulet. You got... Oh my god, nu heb ik de eerste helft.
Daar heb ik vet veel aan. Want ik heb de tweede helft ook nodig. En dan pas werkt iets. Nu kan ik waarschijnlijk... Oh, nu kan ik dat kristal weer. Give me a life. Snoep of je leven. Geef me je leven. Kom op, geef me meer hartjes. Yes. Kijk, hij snapt het. Kijk, en dan kan ik hiermee. Wieuw. Nu kan ik gewoon over die boom weer lopen. Kijk, dan kan ik weer over deze boom heen lopen. En dan kan ik waarschijnlijk... Iets moet ik dan... Zo. Yes, ik hoorde iets. Oké. Verder nog iets wat ik moet doen? Nee, helemaal niks. Are you sure? Dit is vet moeilijk. Ik ga die beesten afmaken in andere vorm. Dit is te lastig. Daar is het kristal. Bam. Geef me een normale vorm terug. Oh. Oh, wacht. Deze bomen zijn allemaal verbrand, joh. Holy shit. Dat zag je niet in de vorige vorm. Oké. Hier kan ik niet langs, denk ik. Nope. Oh ja, je moet in die andere vorm dus. Fijn. Oké, maar hier zag ik wel zo'n plaat nog. Ja, daar kan ik dus overheen. Oh, hier is... Look around you. So many dead trees. The evil has even started corrupting this sacred grove. We need to hurry up to Aoka and talk to my uncle. We must find the second part of the amulet before it's too late. I know. Maar dat gaan jullie de volgende keer pas zien. Voor deze aflevering leuk, doe dan een groen duimpje. En wil je meer? Doe even een... groen duimpje ook. En abonneer even op InGame kanaal. En als het kan even op RNA Gaming. Laat een reactie achter met wat je ervan vindt. Wat je nog meer wil zien. En dan zie ik jullie hartstikke volgende keer weer terug. En dan zie ik jullie dan, denk ik, volgende week dinsdag. Elke dinsdag staat er weer een nieuwe Everland online. Blijf kijken voor de volgende Everland. Peace out!